u ziet het goed, we zijn hier vandaag met de Tesla Model 3 met een caravan. De Tesla Model 3 is momenteel bestelbaar met een trekhaak, gecombineerd met een door de RDW afgegeven 1000 kg geremd trekvermogen. Voldoende om een kleine caravan mee naar de zon te trekken. We rijden met de Tesla Model 3 Standard Range Plus, dat is de uitvoering met het kleinste accupakket. Het bereik volgens WLTP bij deze auto is 409 km. U kunt ook kiezen voor de Model 3 met groter accupakket, de Long Range. Dit accupakket heeft een bereik van 560 km WLTP. Tesla heeft dus een speciale aanhangermodus. En als je die aanzet, dan houdt Tesla dus rekening mee dat er dus een aanhanger achter de auto zit. Het koppelen van de caravan met deze Model 3 is dan ook een fluitje van een cent met de achteruitrijcamera en in combinatie met dat enorme scherm waarop het beeld achter de auto zichtbaar is. Belangrijk voor de huidige en toekomstige Model 3 rijder is dat een trekhaak niet achteraf gemonteerd kan worden. Zorg er dus voor dat u deze direct samen met de bestelling aanschaft. De investering van deze trekhaak is op dit moment €1150 inclusief btw. Het betreft een afneembare trekhaak met een 13-polige aansluiting welke in een handomdraai gemonteerd en gedemonteerd kan worden. Tesla levert namelijk een extra stekker mee. Dat is heel erg handig. Dan kan je op de camping je Tesla gewoon opladen. Op deze manier. Heb je geen 22 volt stekker? Dan levert Tesla gewoon een caravan stekker mee. Super handig. Natuurlijk moet er ook geladen worden. Omdat we nu met een caravan rijden, moet dat vaker. Net als bij een reguliere benzine- of dieselauto. In dit geval maken we gebruik van het netwerk van Fastnet. Als je dit netwerk combineert met dat van Tesla, zal je in Nederland nooit met een lege accu komen te staan. Het laden bij zowel Fastnet als bij Tesla gaat erg snel. We kunnen binnen 20 minuten onze reis weer vervolgen. Nederland heeft een erg goed netwerk van laadpalen. Echter bij onze buurlanden is het ook goed geregeld. U kunt dus ook met gemak naar bijvoorbeeld Duitsland op vakantie of misschien wel verder. Tijdens het rijden met de caravan behouden we ongeveer 60% van het bereik. Dit houdt in dat we met deze Standard Range Plus met caravan werkelijk 220 km kunnen rijden. Kies je voor de Long Range, dan kunt u werkelijk 280 km met de caravan rijden. Stel u zit er niet zitten om met de elektrische auto en caravan zelf naar Zuid-Frankrijk te rijden, dan kunt u ook kiezen om een vakantieauto in uw leasecontract te verwerken. En u kunt wel gebruik maken van een reguliere benzine- of dieselauto tijdens uw vakantie. De Tesla Model 3 kunt u dan voor korte ritten gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het wegbrengen naar de stalling of een vakantie in eigen land.